De familienaam Van der Wens komt in Nederland maar weinig voor. In 2007 waren er volgens het Meertens Instituut in Nederland slechts 139 personen met deze naam. Ze woonden met name in Brabant en in het midden van het land. Voor de oorsprong van de naam Van der Wens moeten we terug naar de naam Wens. In 2007 waren er in Nederland 114 personen met deze naam. In het noorden van België woonden in dat jaar ruim 900 personen met de naam Wens. Schuiven we de kaart van Nederland tegen die van België aan, dan zien we de bakermat van de naam Wens. Rond het jaar 1600 duikt er in Breda plotseling een familie op die zich niet Wens, maar Van der Wens noemt. Vanaf daar gaan we een lange familietak volgen. Rond het jaar 1600 woont er een man in Breda met de familienaam Van der Wens. Hij trouwt en krijgt een dochter met de naam Ida en een zoon met de naam Koenraad. Hun namen duiken op in de kerkboeken van Breda. En waarschijnlijk zijn ze in die stad geboren. Koenraad van der Wens krijgt een zoon en noemt hem Theodorus. Deze Theodorus trouwt rond het jaar 1700 met Johanna Jansen van Laarhoven. Het stel krijgt minimaal twee kinderen, waaronder een zoon met de naam Wouter. Wouter wordt niet in Breda geboren, maar in Loon op Zand. Rond 1740 trouwt Wouter met Aaltje van Bronkhorst. En ook dit stel krijgt minimaal twee kinderen. Dochter Johanna zal maar liefst 87 jaar oud worden. Zoon Hubert wordt slechts 45 jaar. Maar Hubert en zijn vrouw Ida zorgen wel voor veel nakomelingen, waaronder vijf zoons. Hun oudste zoon, Wouter, wordt in Gansooien geboren, een gehucht aan de noordkant van de Maas. De andere kinderen van Hubert en Ida worden in Hedikhuizen geboren, een dorpje dichtbij Den Bosch. Als Wouter 30 jaar is, trouwt hij met de 9 jaar oudere Francisca Vromans. Ze is weduwe. Op een trouwakte staat dat Wouter schoenmaker is. Het stel krijgt twee kinderen, maar zoon Godefriedus sterft al snel. Tijdens of kort na de bevalling sterft Francisca. Ze wordt 43 jaar. Even lijkt het erop dat deze tak van de familie Van der Wens dood zal lopen. Maar na een jaar van rouw trouwt Wouter met Catharina, een meisje uit het buurdorp Bokhoven. Ze krijgen een zoon en noemen hem Kees. Kees wordt geen schoenmaker zoals vader Wouter. Hij wordt arbeider. In 1849 trouwt Kees met Mien van Hemert. Het stel trekt in bij de ouders van Kees en krijgt daar 10 kinderen. Het leven van het gezin gaat niet altijd over rozen. Dochter Catharina trouwt pas op haar 42ste, te laat om kinderen te krijgen. Godefriedus wordt looiersknecht en moet 8 dagen de gevangenis in na een ernstige mishandeling. Het derde kind wordt doodgeboren. Het vierde kind, Adrianus, leeft slechts 77 dagen.
Adriana trouwt met een boer en krijgt kinderen. Maar haar jongere zus Hubertina sterft op 18-jarige leeftijd. Wouter trouwt, wordt lompenmaker en krijgt 3 kinderen. De eerste 2 kinderen worden doodgeboren. Het derde kind sterft binnen een jaar. Uiteindelijk krijgen Wouter en zijn vrouw een vondeling aangeboden. Die voeden ze op. Johannes trouwt, krijgt kinderen en wordt hoofdagent van de politie in Tilburg. En dan zijn er nog de verhalen van zoon Simon en dochter Jans. In 1893 moet de 30-jarige vrijgezel Simon van der Wens in Den Bosch voor de rechter verschijnen. Hij is door de gebroeders Hubert en Anton Krol betrapt bij het stelen van een konijn op hun erf. De rechter acht Simon van der Wens schuldig en veroordeelt hem tot een celstraf van 14 dagen. Na de gevangenis gaat Simon voor 5 jaar in dienst bij het 6e regiment van de infanterie. Hij doet dat als plaatsvervanger voor iemand anders. Waarschijnlijk omdat hij toch nergens anders werk kan krijgen. Als Simon uit het leger komt is hij 36 jaar oud. Het verhaal gaat dat hij een tijdje petroleum verkoopt in Den Bosch. Dan loopt hij tegen Catharina aan. Een 23-jarig dienstmeisje dat net haar beide ouders heeft verloren. Catharina woont alleen in haar ouderlijk huis in de Haarsteeg. Simon trouwt met haar en gaat bij haar wonen. Simon heeft weer een dak boven zijn hoofd. En al snel schenkt Catharina hem 2 gezonde kinderen. In 1900 wordt dochter Mien geboren, een jaar later zoon Kees. In de Haarsteeg probeert Simon zijn brood te verdienen met het maken van klompen. Alles lijkt in orde, maar toch gaat er iets mis. Mogelijk is de slechte reputatie van Simon de reden waarom het gezin na 2 jaar het dorp definitief verlaat. Ze verkopen hun bezittingen en reizen richting het dorpje Baardwijk, zo'n 15 kilometer naar het westen. In Baardwijk woont Jans, een jongere zus van Simon. Jans was op haar huwelijksdag al 7 maanden zwanger. Haar kind werd geboren langs de provinciale weg. Samen met Marinus Dollekens, de vader van het kind, vluchtte ze van Hedikhuizen naar Baardwijk. Marinus werd haar slager en krijgt met Jans uiteindelijk 16 kinderen. In de woonplaats van zijn zus aangekomen, gaat Simon meteen op zoek naar werk. Hij komt echter niet verder dan het slecht betaalde beroep van tuinman. In juli 1903 wordt dochter Antonetta geboren. 2 maanden later is het kind overleden. Opnieuw pakken Simon en Catharina hun spullen bij elkaar. Samen met de kleine Mien en Kees gaan ze weer op reis. Deze keer verlaten ze hun geboortestreek en reizen ze af naar de provincie Gelderland. Na een reis van zo'n 50 kilometer komen ze aan in hun nieuwe woonplaats. In Culemborg vindt het gezin van Simon een kleine woning aan de Zuiderwal. Simon pakt meteen zijn oude beroep weer op. Waarschijnlijk verkoopt hij zijn klompen via de markt. In Culemborg worden nog eens 5 kinderen geboren. Het laatste kind, Janus, overlijdt al na 11 dagen. Zoon Simon heeft een geestelijke beperking. Over dochter Mien gaan de wildste verhalen. Ze zou door vader Simon worden gedwongen om voor geld met soldaten te slapen. Uiteindelijk raakt Mien zwanger en krijgt ze rond 1920 een zoon. Mien trouwt in 1921 in Utrecht
En misschien is het bij deze gelegenheid dat haar broer Kees zijn slag slaat. Want rond deze tijd reist de 20-jarige Kees van der Wens naar een dorpje dichtbij Utrecht. Kees wil klompenmaker worden, net als zijn vader Simon. En in Vleuten is er iemand die een knecht zoekt. In Vleuten aangekomen loopt Kees over de stationsweg en geeft hij zijn ogen goede kost. Via de brug over de Wetering komt hij in het centrum. Tot zijn genoegen ziet Kees dat iedereen hier op klompen loopt. Even verderop belt hij aan bij klompenmaker Piet Miltenburg. Kees doet zijn verhaal, wordt aangenomen en gaat als kostganger bij de familie Miltenburg wonen. Kees had al veel geleerd van vader Simon, maar bij Piet Miltenburg leert hij de fijne kneepjes van het vak. Piet leert hem alles over het kloven, kappen en uitboren van hout en over het onderhouden van gereedschap. Maar de jonge Kees heeft ook interesse voor andere zaken. Bij Piet en Mien Miltenburg komt er af en toe een meisje over de vloer. Ze heet Rie Ebbenhorst. Ze komt uit Vleuten en ze doet naaiwerkjes bij de mensen thuis. Tijdens het koffiedrinken slaat de vlam over. In januari 1926 trouwen Kees en Rie in de katholieke kerk. Vervolgens betrekken ze een woning aan het Haarpad in Vleuten. Vanuit een kleine schuur achter het huis begint de 25-jarige Kees voor zichzelf. Tijdens de crisisjaren 30 en de daaropvolgende oorlogsjaren worden er 6 kinderen geboren. 3 jongens en 3 meisjes. Ondanks de moeilijke tijden weten Kees en Rie het hoofd boven water te houden. Een paar keer per jaar reizen ze met het gezin naar de familie van Kees in Culemborg. De laatste levensjaren van vader Simon worden gekenmerkt door overmatig drankgebruik. Simon overlijdt in 1941. Na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag naar klompen snel af. Ergens aan het begin van de jaren 50 maakt Kees van der Wens zijn laatste paar klompen. Om rond te komen werkt Kees tot aan zijn pensioen als klusjesman, waaronder voor de gemeente Vleuten. Zo maakt hij samen met Rie de Vleutense gevangenis schoon. In 1966 zijn Kees en Rie 40 jaar getrouwd. Behalve hun 6 kinderen is er ook familie uit Culemborg op het feest. In 1972 overlijdt Kees van der Wens. Hij wordt 71 jaar oud. Rie overlijdt 2 jaar later.